uit in de eerste ronde. Max Verstappen is razend populair en ook zijn merchandise is niet aan te slepen. Roger Hermans is eigenaar van de eerste echte Max Verstappen winkel in het Limburgse Zwalmen. We merkten duidelijk dat er naast de online behoefte ook gewoon een hele grote behoefte was. Dat mensen zeiden van waar kunnen we naartoe, waar kunnen we de spullen passen, waar kunnen we het bekijken. En dat hebben we gecombineerd met winkel, met leuke dingen uit de carrière van Max. Dit is een vrij uniek exemplaar. Dat is de helm wat Max droeg bij zijn eerste race voor Red Bull Racing vorig jaar. Daar heeft hij dus ook zijn eerste overwinning mee behaald in Barcelona. Dus de vliegen zitten er nog op, de champagne zit er nog op. Dus echter als dit kan het gewoon niet zijn. Die kant zien we een helm wat Max heeft gedragen tijdens zijn eerste race. Dus zijn allereerste Formule 1 race. Hebben we daar nog wat racepakken hangen, een helm van dit jaar, van allerlei artikelen uit de kartperiode. We hebben daar wat bekers staan, we hebben schoenen, we hebben handschoenen. Alles eigenlijk wat bij Formule 1 komt kijken. Niet alleen Roger is opgewonden door alle collectors items, ook de fans komen van ver om petjes, shirtjes, portemonnees of schoenen van Max te kopen. Ik kom helemaal uit boven Karspel, dus... Hoe ver is dat ongeveer? 2,5 uur rijden, dus best wel ver. Dus dan hebben we wel te maken met iemand die echt gek is op Max Verstappen. Ja, ik ben nog nooit bij een Grand Prix geweest, maar dat zou ik wel willen. Voor hoeveel gaat u zometeen kopen? Maar ik denk dat het bij elkaar van 200 euro is nu. Meneer, heeft u de spaarpot kapot geslagen? Helaas wel. Snel naar de bank gegaan om over te maken, want we kunnen alleen pinnen. Maar inderdaad wel de spaarpot leeg gemaakt. Hoeveel ligt hij nu op uw arm? Geen idee, dat ga ik dadelijk kijken. De schade ga ik dadelijk opnemen. Hoeveel schat u ongeveer? Vier dingen, ik denk rond de 120, 130 euro. We hebben natuurlijk gezien dat het afgelopen jaar, dat ging als een raket. De populariteit van Max kent gewoon geen grenzen meer. Want Max is niet Limburg, Max is niet Nederland, Max is gewoon de wereld. Wat maakt dit zo'n speciale Max Verstappen shop? De spulletjes die er staan, de helmen, de overalls, de handschoenen. Maar een van de meest bijzondere items is toch wel het object waarmee het allemaal begon. Waar staan we hierbij? Hier is het allemaal mee begonnen. Toen Max 4,5 jaar was, is hij begonnen met deze kart. Daar heeft hij zijn eerste meters mee gemaakt. Ja, mag je al rijden als je zo jong bent? Ja, ik bedoel, het zit in de genen. Hè? En dat is ook duidelijk zichtbaar nu bij Max. Dus hier is het echt mee begonnen. En het is toch wel uniek dat we dit exemplaar ook hier in de winkel hebben hangen.